Ik dacht altijd een hele kleine autootje waar ik toen met jou reed. Wat was dat ook alweer? Een Nissan Leaf. Ja. Ja, dat was het, het lelijkste auto waar mensen niet doodgevonden wilden worden. Dus... En je voelt hem regenereren als je de gas loslaat? Ja, dat kun je ook instellen hoe je dat wil. Ja, dit is de langzame versie, hè? Ja. Dit is niet de P-versie. Die andere die heeft nog 50% meer newtonmeters, zeg maar. Dus, maar dat vond ik zo gevaarlijk, die wilde ik niet hebben. Dat vond ik echt gewoon van... Fantastisch, hè? Ja, en dan ben jij iemand die gewoon allerlei beesten van auto's heeft, zeg maar. Je hebt dus een, wat was dat nou? Een Porsche... 911 GTS. GTS. Ja, dat is echt een kleine... Heel licht, hè? Licht, ja. Hè? Hoeveel pk zit er in dat ding? 400... Dus meer pk, dit is 360 pk. En dan een auto die de helft weegt ongeveer. Ja, waarschijnlijk wel, ja. En die quattro porte, die is zwaar. Dat zal net zo zwaar zijn als dit. Ja? Dat heeft 440 pk of zo. En dat is een beest. Dat is gewoon dat brult en dat ramt. En dat... Nou, als hij optrekt, dan klapt hij ook. Hè? Dan gaat hij van zijn heen. Bang, 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 bang. Ja, ja, ja. Heerlijk, dat is leuk. Dat is... Maar dus dit is eigenlijk heel saai rijden voor jou. Ja, wat ik wel bijzonder vind is de power onderin is gigantisch. Die klap in je is wel heel bijzonder. Dat is leuk. Ja, dus alles is leuk. Ja, alles is leuk. Gewoon. Dat is 66,8 liter velg. Met ook 500 pk of zo. Ja, je weet je niet eens. Dat kun je niet. Nee. Dat is. Is opgevoerd en weet ik het, maar dat is gewoon zo'n oude muscle car. Het is een minuut werken voordat je hem aan de praat hebt, voordat hij überhaupt, rijdt. Yeah. Ja, en dan. Maar wat heb je dan met auto's? Dat je dat zo leuk vindt? Ja, het is meer. Ik kan het betalen toevallig en ik vind het gewoon fantastisch. Ik heb er gewoon heel veel op. Ik zit gewoon graag met een grote grijns achter het stuur. Hier kun je dan ook zo, dit is ook wel aardig, dan kun je zo driving kun je zeggen van nou ik wil eventjes wat hoger of wat lager, weet je, als je wat lager wil dan kun je ook de suspension, ja, dan kun je kijken of je het verschil merkt. Ja. Steering mode, sport, oké. Selecteer het niveau niet toegestaan, wat is dat nou weer? Dat wil hij niet, nou ga maar. Als je dat nu vergelijkt met die drie auto's, dat, deze, hoe zou je het willen inschatten? Nou, is niet te vergelijken. Ik bedoel, die auto's die ik heb, die genereren een bak herrie. Mm. En dat vind ik leuk. Mm. En ik heb ook nog zo'n Range Rover, daar moet je het een beetje mee vergelijken. Want dat is een hele rustige, zachte, rijdende auto. Heel comfortabel, daar hoor je geen motor. Dat is gewoon, daar kun je nog het beste mee vergelijken. Want je voelt geen trilling, hè? Je hebt geen... trillingen in het chassis of zo. Je hoort niks. Je hoort een beetje een zoom. Maar die power onderin is. Ik denk dat die Maserati daar dichtstbij komt. Die heeft ook dat die gang. Die heb je ook nog, een Maserati? Ja, dat is die. Oh, dat is die, dat powerbase, dat, die Q of nog wat. Ja. Maar. Wat dit echt. Kan wat die andere auto's niet hebben, is gewoon dat die power onderin, gewoon dit op, gewoon die klap, dat is wel mooi. En het is heel lineair, hij gaat gewoon maar door. Ja, nee, dat is inderdaad gewoon, het is heel relaxed. Ja. Maar inderdaad, wat dat betreft is het een combinatie van die Range Rover en zo'n raceapparaat zonder het enorme herrie en het lawaai. Ja, je hebt de comfort van een Range Rover en de power van een Maserati. Ja. Een mooie combinatie. Ja. En de simpelheid, hè? Want je hebt twee schermpjes, een computertje en 17 bewegende delen. En voor de rest is het echt gewoon een heel makkelijk ding. Ja. Dus ja, het is inderdaad echt... Het is geen lelijke auto, het is een mooie uitvoering. Nou, het is gewoon gejat. Je hebt Jaguar aan de achterkant en Aston Martin aan de voorkant. Ja. Een beetje dit, een beetje dat. Ja. Maar het is niet slecht, het is gewoon wel mooi. Ja. Ik vind zo'n Fisker Karma vind ik nog wel mooier, denk ik. Oh, ik niet. Ik vind dat echt een pooier auto. Oh, wat vind ik dat? Daar zou ik nooit mee gevonden willen worden. Dat is een hele foute auto. En ook als je erin zit, heb je helemaal geen ruimte. Je zit helemaal ingepakt. Ja. De batterijen je zit tussen de batterijen in. hij gaat ook echt, hij zwalkt door de bochten. Heb je erin gereden? Nee, ik heb er niet in gereden. Oh, hij zwalkt. Ja. Hier zit dat zwaartepunt heel laag, weet je wel. Dat, ja, echt, dat je merkt niks van...
Het is geen hele strakke raceauto, dat merk je. Het is geen, je voelt hem wel een beetje soms te doen, maar het is absoluut mooi. Ja. Zou je ooit naast je collectie nog eens een keer eraan denken om zo'n ding erbij te doen? Ja, ik heb het wel eens overwogen. Kijk, ik maakte vroeger heel veel afstanden. Toen dacht ik ook van ja, wat voor afstanden maak ik nou? Amsterdam op en neer, Hilversum op en neer. Kan ik dan een elektrische auto vinden die dat doet? Ja, toen niet. Nee. Toen niet. En dat kan nu wel. Ja. Maar je zit wel met een probleem, want vaak, ik zit dan in Groningen, dus als ik naar Amsterdam ga, ja, dan maak ik 2 of 3 afspraken. Ja. En dan kom je in de knoei te zitten. Ja, het is wel zo dat je dan ergens, als je dan ergens moet je eventjes 1 uur of 2 uur ja, aan een, aan een lader. Dus als, ja, als die laders stoppen we nou in. Indrukken. Naar binnen, ja. Yes. Je bent klaar. Park. Ja, kijk, als er nou overal laders zouden zijn en je weet gewoon van nou, ik heb daar een afspraak van 1 uur en daar een afspraak van 1 uur, dan hangt er aan de lader, ik kom verder, dan is het probleem niet. Ja, aan het einde van het jaar, zeg maar, heb je overal snelladers. Ja. En dat zijn van die dingen die in 20 minuten 50% erin gooien. Ja, dat is fantastisch. En dan ben je gewoon klaar. Ja, nee, dan is het absoluut interessant. Nou, mooi dat ik even, terwijl jouw buurman heeft een, heeft een Tesla, nooit gereden, kom ik uit Amsterdam, kom ik het jou even laten zien. Dat vind ik wel erg grappig. Hartstikke leuk.